Leuk dat je kijkt naar deze video van Online Tech Tips. Mijn naam is Kelly en in deze video ga ik je laten zien hoe je in Excel gebruik kunt maken van de formule som en som als. Heb je al vaker video's van mij gekeken, dan weet je dat ik je nu mee ga nemen naar mijn laptop en je ga laten zien hoe deze formule werkt. Zoals je ziet zitten we in Excel en hebben we daar een kleine set aan data. Ook zien we dat we de mogelijkheid hebben om wat formules neer te gaan zetten, een beetje in een gestructureerde vorm, zodat je goed mee kan komen in deze formule. Ik wil graag dus drie type somformules met je gaan doornemen. Namelijk, ik wil de som van alle orders, verder geen afhankelijkheden, alleen is som. Vervolgens wil ik daar wel een afhankelijkheid aan gaan hangen, maar slechts één afhankelijkheid, dus som als. Vervolgens wil ik meerdere afhankelijkheden in die som gaan zetten. Dus niet één, maar twee. Oké. Okay. Als eerst gaan we dus de meest gemakkelijke doen en zo wordt het steeds moeilijker. Als eerst wil ik dus de som van alle prijseenheden van al mijn orders. Dus dan weet ik wat ik wellicht allemaal heb verdiend. Ik typ het is teken in om een formule op te gaan starten. Alleen het is teken op mijn toetsenbord zorgt ervoor dat Excel weet dat ik nu een formule wil gaan invoeren. Ik typ in som of S en dan zie je al dat hij een aantal formules bij mij gaat aandragen. Dat doet hij op alfabetische volgorde. Dus we zien hier som nog niet staan. Als ik de O intyp, komt hij daar wel te staan. Als ik twee keer dubbel klik en twee keer snel klik op deze formule, dan zet hij hem ook erin. Dus twee keer snel en hij staat erin. Wat ik vervolgens zie is eigenlijk dat hij mij hieronder probeert te helpen met het invullen van de formule. Hij wil eerst een getal, één getal. En daarna het volgende getal, het volgende getal en het volgende getal. Hij zet dat tussen aanhalingstekens hier. En dat betekent dat het optioneel is. Dus ik kan ook één getal neerzetten, maar die tweede is dus optioneel en die derde en die vierde, et cetera. Dus ook. Wat wij hierbij kunnen doen is ze allemaal één voor één gaan selecteren. Dat is natuurlijk nogal veel werk, zeker in deze opzet. Dan zou ik dat 24 keer moeten doen. Maar wat ik ook kan doen is de bovenste selecteren en de rest allemaal slepen. Dan Laat ik je zien. De bovenste selecteer ik. En ik houd mijn muis ingedrukt en ik sleep hem naar beneden. En dan zie je de formule ook steeds wijzigen totdat ik het einde heb bereikt. Dan laat ik mijn muisknop los. En nu doe ik een haakje, sluit. Dus dit is de formule. En ik klik op enter op mijn toetsenbord zodat hij de formule gaat berekenen. Dit is de som van alle prijs per eenheden van alle orders. Er zit dus geen afhankelijkheid nog in, dit is alles. Vervolgens kunnen we gaan zeggen: ik wil alle orders wel opgesomd hebben, maar het moeten alleen maar accessoires zijn, want dan weet ik wat ik daar bijvoorbeeld op zou hebben verdiend. Weer het is-teken om een formule op te gaan starten. Heb ik weer som nodig, maar dit keer som als. En ik zie hem daaronder al staan. Som als. Twee keer snel klikken op de formule zorgt dat hij erin komt te staan. En nu zie je ook dat hij nu om andere onderwerpen, andere gegevens gaat vragen. Hij wil het bereik weten. En het bereik is de categorie. Het criterium is accessoires. En accessoires is dus een tekst gegeven. En tekst moeten we altijd tussen dubbele aanhalingstekens zetten. Dus ik typ eerst dubbele aanhalingstekens. Dan typ ik vervolgens accessoires. En ik sluit weer af met dubbele aanhalingstekens. Is het nu een cijfer? Wat het criterium is, dan had ik het cijfer direct kunnen neerzetten en heb ik niet de dubbele aanhalingstekens nodig. En het optelbereik is prijs per eenheid. En haakjes sluit. Vervolgens klik ik op enter op een toetsenbord en dan heeft hij hem berekend. Wat altijd goed is om te doen, om te kijken of dat echt klopt, is om nu zelf handmatig te gaan kijken of dat nu, nu alleen accessoires heeft opgezomd. Dus dat is deze. Hou ik even de controltoets op mijn toetsenbord ingedrukt. Hier ook accessoires. Deze ook. Vervolgens kan ik dus in één opzicht zien wat de som is van alles wat ik heb geselecteerd. Dat zie ik namelijk rechts onderin. Hier de som. Ik hoef dus niet een formule gelijk te gebruiken. Ik zie gelijk al wat de som is van alles wat ik heb geselecteerd. En die komt dus perfect overeen met hoe ik dat met een formule heb gedaan. Dus ik weet, hij werkt. Het is altijd even fijn om dat kleinschalig te doen, om zeker ervan te zijn dat je de formule goed hebt genoteerd. En daarna kun je hem natuurlijk helemaal groot maken, want je kunt er al vanuit gaan dat hij klopt. In het laatste geval hebben we twee afhankelijkheden. Gaan we weer de is-toets invullen en de som. Maar nu wordt het dus sommen als. De som van alle orders is enkel som, dan telt hij alles op. Som als is dat hij één onderdeel heeft. Sommen als is dat hij dus meerdere onderdelen als afhankelijkheden kan gaan gebruiken. We hebben hier sommen als tussen staan. Dubbelklik, zet hij hem erin. En je ziet hier we hebben weer optelbereik en weer criterium, maar we hebben nu criteria 1. En we kunnen dus verder naar criteria 2, criteria 3. Het optelbereik. Nu wilt hij dus eerst weten wat hij moet gaan optellen. In plaats van andersom, eerst moesten we eerst de categorie doorgeven. Nu moeten we aangeven wat het optelbereik is, dus wat, waar moet hij iets vandaan halen, wat hij allemaal op moet tellen. Punt komma om naar het volgende onderdeel te gaan, dan hebben we criteriumbereik. Criterium zit in de categorie en de criteria van dit onderdeel wat ik heb geselecteerd is accessoires. Dus weer punt om naar het volgende onderdeel te gaan. Dubbele aanhalingstekens, want we willen gebruik maken van tekst. Accessoires. Dubbele aanhalingstekens. Punt komma. Nu kan ik dus criterium bereik 2 doorgeven en je ziet zelfs dat hij al ruimte maakt voor criterium 3. Dus zo kun je zelfs eindeloos doorgaan met allerlei afhankelijkheden met wat hij moet gaan opzommen. Wij doen in dit geval nog even 2, maar je kunt dus blijven doorgaan. Criterium bereik 2 is deze, want het moet een muis zijn. Wat is dan de criteria? Dubbele punt. Criteria 2 is weer een tekstveld, dus dubbele aanhalingstekens. Muis. Ik kan nu dus doorgaan met punt, comma. kan ik het volgende doen. Uh, dat het ook op iets anders, bijvoorbeeld op klantnaam, moet hij eventueel ook nog gaan kijken, bijvoorbeeld. Of betaalwijze. Nou, je kunt het zo gek maken met alle kolommen wat je hebt aan data. Je ziet zelfs dat hij nu ook weer ruimte maakt voor criterium 4. Dus zo kun je telkens doorgaan. Ben je op een gegeven moment klaar, dan moet je hem natuurlijk even afsluiten met een hekje sluit. En je klikt op Enter. En dan heeft hij dat opgezond. En ook dat zou je weer dus even kunnen verifiëren of dat, dat klopt. Want dan gaan we zelf kijken waar we accessoires zien staan. En de muis. En dat zijn er niet zoveel, gelukkig. En dan zie je dus als we ze hebben geselecteerd dat de som hier rechts onderin ook weer overeenkomt met onze formule. Dus we hebben hem geverifieerd en hij klopt. En op deze manier kun je dus gebruik maken van verschillende manieren van opsommen. En dat was het weer voor deze video over Excel en de formule som en som als. Heeft deze video jou nu geholpen? Vergeet dan zeker niet om deze video even te liken. En je natuurlijk, mits je dat nog niet bent, te abonneren op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je uiteraard graag terug bij een van mijn andere video's.